In het plan van Hou Friesland Mooi binnen minder en lietsere wienmoenen nodig. Inwenners, bedrijven en instanties uit de streek kunnen deelnemen, bijgelijks toch dakrompte beschikbaar te stellen van zinnenpanelen. Het zal 21 rond 42 miljoen euro kosten. De energiecoöperatie zal zelfs 4,5 miljoen betalen. Er ligt nog een heleboel grond beschikbaar, ook van het Rijk en van Rijkswaterstaat. Nou, we willen onderzoeken of we die 36 of 42 megawatt kunnen realiseren op ditzelfde gebied, maar dan op een manier die past bij de omgeving. Hou Friesland Mooi vreegt de provincie haar de tiertje aan om het plan verder uit te werken, maar dat zit er net in. Deputaire Kielstra had de plan sjoen en neemt ze van kennisjouwing aan. Hij zei: Hou Friesland Mooi koer mooi praten, ze ziet niet in de adviesrieën, maar binnen zelf uitstapt. De besluitvorming roen Nijhiddemhou rint en gaat ik gewoon verder. In november zet de inspraakprocedure uiteen en mogelijk kan dit alternatieve plan dan als input zien je. Het comité bloot liek wel strijdbaar. Het begint nu ook echt in de omgeving te leven. En dan kun je wel zeggen: het is laat. Ja, natuurlijk is het laat. Maar nou ja, dan zeg ik ook maar heel simpel: het is een dooddoener, beter laat dan nooit. We hopen dus dat ook in Friesland, ook in Leeuwarden, men zegt, de politiek zegt van nou, laten we die mensen die daar wonen, laten we die een kans geven. De Partij van de Arbeid, Haze Almeij, die vindt dat deputaire Steerten even de rem zetten moet op de besluitvorming. De fractie maakt hem zwaarder door het draagvlak van de windturbines in de streek. Daarom moet er serieus naar dit plan zien worden.